Bart Jansen moet het hebben van, ja, die schuren staan er. Ik moet het op die meters verdienen. En hoe doe ik dat? En ja, mijn liefhebberij is blijkbaar vleeskuikens. Dan ga ik dat maar doen. Maar als er iemand komt met olifanten, dan ga je dat misschien ook wel doen. Alleen start je een nieuwe betonvloer. Ik ben Bart Jansen. Dit is ons vleeskuikenbedrijf. In de hoofdtak hebben we een vleeskuikenbedrijf. Daarnaast hebben we een akkerbouwbedrijf. En we hebben nog een vastgoedonderneming daarnaast als familie Jansen zijn. Gevestigd op in principe twee locaties. Dit is locatie Westen waar we hier nou zijn. Dat is het bedrijf waar snelgroeide vleeskuikers worden gehouden. 160.000 per ronde. Andere locatie heeft ruimte voor 180.000, 200.000 snelgroeiende kuikers. Alleen dan gaan we vanaf 2017 gaan we daar langzaam groeiende kuikens houden. En dan gaan we terug naar 110.000. Dat is voor het jumbo concept. 13 kuikens op de vierkante meter, dus dat scheelt 8 kuikens. Een minder daggroei, een maximaal daggroei van 45 gram. We gaan naar een ander ras kuikens, het Hubbard kuiken. Regulier is toch heel veel ras 308. En we gaan nu naar het Hubbard kuiken. Dat daglicht, dat is ook een van de dingen die aangepast moeten worden. De diversiteit, risicospreiding in geldstromen, ja, dat zijn toch wel de pijlers onder ons bedrijf. Met name in de vleeskuikenhouderij, de hele sector is in een enorme transitie naar concepten, zoals snel groeiend als langzaam groeiend. Ja, daar gaan wij in mee. En dat is niet direct dat daar hele grote investeringen bij komen kijken, maar het moet allemaal wel gebeuren. En daarnaast, uitbreidingsplannen zijn hier altijd en die lopen nu ook. Vandaag allemaal tussen varkenshouders. Voor jou de eerste keer voor zijn groep varkenshouders? Tussen zijn groep varkenshouders? Ja, dat wel. Wel de tweede keer hier. Ik ben één keer sneaky naar binnen en schip een keer met een kameraad mee die dan hier ook een keer een avond heeft verzocht. Dus niet helemaal onbekend hier, maar wel voor de groep wel, ja. Oké. Okay. We hoorden al een introductie, Filmpje. We gaan het daar in het gesprek naar de rand gaan we er dieper op in. Je stapt volgend jaar over naar het concept, gedeeltelijk met jouw bedrijf, in één locatie. Hoe typeer jij je als wat voor een pluimveehouder jij bent? Nou, we hebben dus een vleeskuikenbedrijf, hè? En je moet gewoon in dit geval keuzes maken. Keuzes die soms wel tegen je gevoel ingaan. Hè? Je bent ondernemer, waar je ook redelijk in de vleeskuikenhouderij voorop hebt gelopen altijd. Qua bedrijfsontwikkeling, dat gaat vaak ook samen met weer andere dingen. Voedconcepten waar je zelf mee bezig bent geweest. Als je naar zo'n concept wil, dan de regie ligt gewoon bij de slachterij. Eigenlijk ligt de regie bij de retailer. En die deelt mede aan de slachterij, in dit geval een Two Sisters Stortboom, maar dat kan ook een Plukon zijn. Wat hun wensen zijn. Ja. En dat wordt gewoon in de keten doorgevoerd en er worden een aantal ketenpartners bij gehaald. Waar wij niet alle keuze over hebben. En op een gegeven moment, je kunt instappen of je kunt niet instappen. Dan ben je gewoon helemaal vrij. Je hoeft niet. Er is gewoon een reguliere vleeskuik in Nederland waar nog 70% van de markt voor produceert. En dat blijft ook gedeeltelijk zo. Maar wij hebben toch al de keuze gemaakt om met een gedeelte van ons bedrijf daarin. Je kunt er altijd uit. In de toekomst kun je er niet meer heel gemakkelijk in. We worden in jouw introductievideo drie verschillende takken. Garageboxen. Doe je verhuur samen met je broer, akkerbouw verpacht je, grond en de pluimveehouderij. Klopt. Ik denk een bewuste keuze, of niet? Dingen groeien zo en je krijgt kansen en die pak je aan en daar ga je mee verder. Ik ben dus gewoon niet thuis in het bedrijf gegaan. Dat is een bewuste keuze geweest. In die zin altijd wel thuis daar werkzaamheden gedaan vanaf mijn 19e. Want oorspronkelijk kom je van een? Ook van pluimveebedrijf. Van pluimveebedrijf. Ja, ouderlijk bedrijf. Hè. Ja. Eén van die twee bedrijven die we net op de video zagen. Het andere bedrijf heb ik aangekocht, zelf gekocht, uitgebreid. Op een gegeven moment wel in maatschap gegaan met mijn ouders.
Dus wel twee gescheiden pluimveebedrijven ingebracht in de maatschappij. Dus gewoon als gelijkwaardige partners geëxporteerd. Mm-hmm. Vorig jaar hebben we dat weer uit elkaar gehaald. Ook in verband met vergunningen, uitbreidingsplannen en dergelijke. Dat het gewoon allemaal netjes en goed en correct staat. Dat, ja, dat is bij ons eigenlijk iets wat gewoon continu doorgaat, uitbreidingsplannen. En daarnaast noemde jij net de grond. In het noorden zie je heel veel pluimveebedrijven die in principe een akkerbouwbedrijf zijn. Bij ons is het eigenlijk net andersom. Vanuit het rendement en de pluimveehouderij hebben we grond gekocht. Nou, we zijn geen akkerbouwer. We exporteren niet zelf. Het enige wat we zelf noemen is akkerranden. Dat het meer opbrengt dan de verhuur, maar genoeg. De rest wordt verhuurd. Ja. Dan hebben we nog een tak wat je zei, dat is meer een tak buiten de landbouw. Verhuur van vastgoed. Mm-hmm. Nou, dat is iets dat is eigenlijk ons pensioen, zeg maar. Daar werken we af en toe een beetje voor. En, dat heeft tijd nodig. En dat, Hoe, zit belegging. Hoe zit het met die tijdsverdeling tussen die drie takken? Is het pluimveehouderij, akkerbouw en inderdaad de garageboxen? Ja, klopt. 80% is gewoon pluimvee. Pluimveebezorgen, alles eromheen. We hebben op één bedrijf zit dan een vaste medewerker, dan hebben we nog een losse medewerker. Het gedeelte wat bij mij dan op het erf zit, daar ben ik zelf direct verantwoordelijk voor de dieren. Op het andere bedrijf is mijn medewerker daar. En alle overkoepelende zaken, inkoop, verkoop, dat ligt bij mij. Ja, oké. Okay. Je had het over risicospreiding, ook die drie takken. Ja. Dus het is ook echt inderdaad een financieel verhaal van je zegt van. Dat het inderdaad als het ene jaar iets minder loopt met één tak, dat het andere dan deels kan worden gecompenseerd. Ja, je krijgt gewoon een stabieler inkomen, een stabieler situatie. Je hele bedrijf wordt gewoon stabieler, zeg maar. Dus niet alleen je inkomen, financierbaarheid, je kunt alles erbij betrekken. Ja. In het introductie praat je altijd even kort over inderdaad dat je met één locatie overgaat volgend jaar naar concept. Ja. Welk concept? Dat is het, het heet het NSK-concept dan in de sector, maar het is eigenlijk voor Jumbo. Voor Jumbo? Ja. Oké, wat houdt dat even in? Nou, dat houdt eigenlijk in, hè, we hebben de hele discussie natuurlijk de afgelopen 6, 7, 8 jaar gehad, dat wat wij deden als sector, dat het niet meer geaccepteerd werd door een paar mensen in Amsterdam. Verder daarvoor liep dan eigenlijk al de discussie met de overheid dat er op termijn een andere kip zou moeten komen. Goed, dat is dus versneld en ook daadwerkelijk uitgevoerd door, toch door een paar ketenpartners die gewoon de kaart trekken in Nederland. Enerzijds Plukon richting Albert Heijn en Two Sisters richting Jumbo. Nou, dan heb je toch een heel groot van omzet van de Nederlandse retailkip. Ja. Die hebben dat heel serieus opgepakt als, als ketentrekkers, zeg maar. Ja? En daar zijn concepten uitgekomen. Nou, op dat moment begint iedereen om zich heen te grijpen naar concepten, mm-hmm. En iedereen denkt er iets van. Hè? Dus bijvoorbeeld de grootste concepten zitten zeg maar voor de Jumbo en de Albert Heijn. Dat zijn langzaam groeiende kippen, die gewoon qua dier wel zijn, gewoon in een ruimer jasje zitten. En qua hokbezetting, stalbezetting? Ja, de lager. Lager. En geef mij eens even een beeld van wat voor een stalbezetting krijg je dan? Ja. Ik denk dat dit ongeveer, wat je hier op de foto ziet, dat zijn reguliere vleeskuikens, een vrij nieuwe stal, die hebben we herbouwd. Hoe oud zijn deze? Deze zijn 35 dagen ongeveer en hier praat je ongeveer over 40 kilo op de vierkante meter. En wat op welke leeftijd worden ze afgeleverd? Deze gaan weg op 38, 39 dagen. Dus ongeveer 3-4 dagen voor aflevering? Ja, klopt. Nou, wat je dan met het langzaam groeiende concept is dat je gewoon, hier zitten ongeveer 20 kuikens op de vierkante meter, dan zitten gewoon 7 kuikens minder op de vierkante meter. Mag je tot 30 kilogram en regulier mogen gewoon Europese regelgeving hebben daarvoor met Nederlands sausje, kom je 42 kilo. Het wordt gewoon allemaal gecompenseerd in de prijs. Dat is gewoon het hele verhaal. Dat dit nou voor het dier minder is of voor de plankveld minder is, het is gewoon het concept waar Nederlandse retail voor gekozen hebben en waar je mee kunt gaan of waar je niet in mee kunt gaan. En dan kom je gewoon op een gegeven moment op de vraag, waar wil je voor produceren? Wil je voor Engeland produceren? Geen enkel probleem. Wil je voor Zwitserland produceren? Dat gebeurt ook in Nederland, Duitsland.
Maar ga je door op een reguliere manier, dan kun je niet meer voor je Nederlanders produceren. Ja. Nou is dat op zich niet het probleem. Goed, zei je niet dat op een gegeven moment het concept vol is, dan is die vol. Ja. Dus waar wij nu voor gekozen hebben, met het Outlook bedrijf van mij, gaan we door voor Jumbo. Een ander bedrijf gaat op een reguliere manier door. Wordt ook gewoon geïnvesteerd, gaat ook gewoon door. Gaan we juist ook investeren op dierenwelzijn. Deze stal die je hier ziet, komen de kuikens in uit. Dus komen in het ei komen de kuikens aan op 18 dagen in het broedproces. Nou, deze kuikens hebben direct licht, water en voer tot hun beschikking. Ja, dat geeft gewoon een dusdanige voorsprong in dierenwelzijn. Dat ook gewoon technische resultaten beter zijn. Dat is het, dus het kromme wat moeilijk uit te leggen is naar consument. Je verzorgt ze beter. Ja. Ze groeien harder. Terwijl in alle concepten het juist draait om langzamer groeien. Ja, leg dat maar eens uit. Dat valt niet uit te leggen. Wat is de winst waar je met technische resultaten mee hebt geboekt als je ze in een stal laat uitbroeden? Heel kort door de bocht. Scheelt het 5 punten voedselprofessie. Ja, dat is toch over een aantal waar we over praten, is dat gewoon geld. Kunt je voorstellen dat een eitje goedkoper is als de kuiken er nog in zit dan dat die uitgebroed is? Daar zit wat in. De daggroei ligt hoger. Maar vooral ook een stuk toch dierenwelzijn. Ook in het reguliere liggen wij enorm onder vergrootglas. In dit geval in het reguliere ook door de NVWA. Die doet wat ze willen, daar komt het eigenlijk op neer. Ik weet niet of dat herkenbaar is, links en rechts, maar goed, dat gebeurt gewoon. En toch zie je dat deze kuikens met vlag en wimpel elke keer slagen. Dus in 2015 hebben we deze stal herbouwd met dit systeem erin. En deze maand hebben we besloten om per april 2017 in alle stallen die op dit bedrijf staan, dit systeem door te voeren. Dus bij de reguliere tak ga je allemaal van dat laat uitbroeden in stal. Oké. Jij zei straks bij de introductie, praat je ook van het aan het concept meedoen, druist wel enigszins in tegen mijn ondernemerschap, gevoel, vrijheid. Dat klopt. Kun je even verder uitleggen? Nou, het komt hier heel kort weg op neer. De ketenregisseur, in dit geval dan de slachterij, die kiest partners, die staan aan de boerderijen, die selecteert ze. Toezichters. Daar praat je dan over, die heeft daar de regie in dit geval. Dan kun je als ondernemer, kun je daaruit kiezen. Ja. Het komt er gewoon hierop neer. Je hebt dus uiteindelijk met één partij te maken en het rendement, als het rendement niet aanstaat, is take it or leave it. Ja. Nou, dat is niet mijn manier van werken zoals ik daarmee opgegroeid ben. Maar goed, de hele sector verandert in dit geval met een rotgang naar dit systeem toe. Je kunt er heel hard tegen aangeschoppen, je kunt er niet in meegaan. Wij hebben dan het geluk dat we twee bedrijven hebben met een bepaald volume. Het enige wat nu op het bedrijf waar het concept zit, kun je de voedprijs onderhandelen. Daar kun je afspraken over maken en dan gaat het deurtje dicht en dan moet je draaien. Ja. Nou, andere bedrijven waar de reguliere vleeskuikens zitten, is eigenlijk alles flexibel bij ons. Je werkt met partners samen waar je al 35 jaar kuikens van betrekt. Je bent op een gegeven moment dusdanig met je voersamenstelling bezig, dat je op een gegeven moment in een samenwerking zit van meerdere vleeskeukenhouders met een open samenstelling en een voerfabriek en een premixfabrikant, wat ook iets unieks is. Waar je toch supergoede technische resultaten mee haalt, een bepaalde kostprijs, dat je weet wat er in het voer, dat je dat hele boek gewoon open hebt, wat gewoon anders dicht blijft. Dus je doet eigenlijk twee totaal tegenovergestelde dingen. Dus dan moet je wel gewoon soms je gevoel echt uitschakelen. Ja. Jij zegt dus ik ben in die boot gestapt, want ik wilde hem niet missen. Kun je even, want misschien loopt de vleeskuikhouderij daar wel voorop in de varkenshouderij. Hoe snel is die ontwikkeling van concepten in de vleeskuikhouderij de afgelopen jaren gegaan? Heel plat gezegd, misschien het echte fundament dat het gewoon keihard staat, gewoon binnen een jaar. Binnen een jaar? Ja. Albert Heijn heeft gewoon gezegd,
Wij moeten gewoon dat kuiken hebben. Dat moet een hubbard kuiken worden. Die mag niet meer dan 50 gram groeien. Die moet in dat geval moet hij nog geen daglicht hebben, maar in andere concepten, jumbo concepten wel. Dus, en dat, dan krijg je dan ook direct daar weer, de jumbo die speelt daar op in. En die gaat er gewoon bovenop en die gaat het spel nog harder spelen. Dus die komt met nog andere eisen, nog lagere daggroei met daglicht. En zo is dat met een eigenlijk heel plat gezegd, met een rotgang over ons uitgestort. Ja, had je daar een aantal jaar geleden durven te voorspellen of niet? Nee, absoluut niet. Nee. Dus iedereen was ook best wel sceptisch. In die zin, dat is misschien een boer wel eigen. Ik heb het gewoon altijd aangezien. Kijk, die stallen, dat is gewoon het is een economisch business. Hè? Dat is varkenshouderij, dat is melkveehouderij. Dat is al wat iedereen doet. Het is gewoon een economisch gebeuren. En er is wel eens heel plat tegen ons gezegd, of tegen mijn vader dan, als er bierblikjes in gemaakt moesten worden, dan gebeurde dat ook. Ja, klopt. Ja. Dat moest wel. Dus in principe doe je dat nu ook. Je gaat iets totaal anders doen, alleen je doet het ook met een vleeskuiken, alleen wel een heel ander soort. Ja. Dus we moeten er ook weer overnieuw daarmee om leren gaan. Dus, ja, oké. Okay. In de reguliere vleeskuikhouderij, de marges worden steeds krapper. Dat was ook een van de aanzet van jullie innovaties, want de grootste kostpost is natuurlijk voer. Niet anders dan in de varkenshouderij. De Finse driehoek. Kort gezegd, wat is de Finse driehoek? Wat is de Finse driehoek? We gaan daar een video over kijken. Dat is het voerconcept waar ik het net over had. In 2013 zijn we in contact gekomen met Finnen. Die hebben ook een vleeskuikenproductie in hun eigen land. Die produceren voor hun eigen bevolking. Doen dat op een zeer hoogstaand niveau. Waar wij eigenlijk best wel verbaasd over waren. En daar hebben we ons wat in verdiept. En dan kom je op een gegeven moment achter dat er een groot gedeelte van die mensen mede-eigenaar zijn van een gewoon professionele grote voerfabriek. Dus dan besluit je na een paar maanden dus, en wat mailverkeer en wat appverkeer. Om er eens met een 3 man heen te gaan, stap je in het vliegtuig heen, heb je een mooi weekend, kijk je rond. En uiteindelijk kom je thuis met het idee van in een mailbox met alle voersamenstellingen van die voerfabriek. Tot een premix samenstelling aan toe. Nou, dat is iets wat je in Nederland in de vleeskuikenhouderij niet tegenkomt. In die zin, je kunt vragen wat je wil, je krijgt een antwoord en zeggen ze, kijk maar op de voerbond. Word je niet veel wijzer van. En daar kun je geen voer van maken, laat ik zo zeggen. Wat wij mee hebben gekregen, als complete voersamenstelling, kun je als vleeskuikenhouder ook niks mee. Klinkt heel gek, maar je kunt niet zomaar voer van maken. Lijkt allemaal wel heel leuk om zelf wat te gaan doen, weet ik voor. Wat wij daarbij hebben gedaan is een op dat moment kom je aan de andere kant van de mogelijkheden te staan. En we hebben een voerfabriek bijgezocht, een premixleverancier van Satareu, dat is de Finse voerfabriek waar we het hier over hebben. Ja. Dat is Trouw Nutrition, nou, die zit gewoon in Putten. Dus daar kun je ook mee praten met die mensen. Dat hebben we ook gedaan, ook met toestemming van hun. Dus we zijn gewoon begonnen met hun premix en de ideeën. En dat hebben we eigenlijk gewoon op onze vleeskuikens gezet. Ja. Na een paar maanden daar wordt heen en weer geschoven. En soms wordt aan de verkeerde kant van de financiële lijn gewerkt. Hadden we op een gegeven moment het te pakken en we zijn ermee doorgegaan. Waarom heet het de Finse driehoek? Ja, dat houdt eigenlijk gewoon in de vleeskuikenhouders, de voerfabriek, in dit geval Vitelia en Oro, en Trouw Nutrition, hebben dat eigenlijk tot opgezet. Wij hebben gewoon dat voer, en daar moeten wij het mee doen. We krijgen geen omzetpercentage van of zoiets, dus dat is gewoon goed. Het voer is gewoon succesvol, wij draaien er heel goed mee. Inmiddels zijn er een x-aantal grote vleeskuikenbedrijven in Nederland die dat ook gewoon zien. Die kopen gewoon dat voer daar. Wij hebben gewoon het voordeel dat wij ermee in voorop lopen. Dat wij weten wat er gebeurt, dat we uit kunnen laten halen wat erin zit. En toevoegingen, samenstelling, overal mee praten. Het geeft een heel stuk rust, openheid. Hoeft niet over voerprijzen te onderhandelen, het is gewoon een vaste toeslag op. Bovenal rust, dat je gewoon weet wat er gebeurt en dat je gewoon achteraf blijkt gewoon heel vaak gelijk te hebben, dat gewoon iets wat 3-4 rondes duurt. Hè. Een ronde duurt 8 weken bij ons, 6,5 week. Wij kunnen nu alles gewoon binnen een paar weken oplossen. Ja, en er wordt ook niet gewijzigd en er wordt niks verzwegen, alles wordt gewoon
gebeurt gewoon met een open boek. Ja, wij waren, het is een noviteit in de vleeskuikhouderij. Met ons zusterblad Pluimveeweb waren we dit voorjaar met videocamera in de stal bij Bart Jansen en hebben we een video gemaakt. Wij zijn dus de Finse Driehoek. Wij zijn 3 jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van eigen vleeskeukenvoeders. Vanuit de mogelijkheid die wij hebben gekregen uit Finland. Daar hebben wij een complete voersamenstelling van collega vleeskeukenhouders gekregen die een eigen voerfabriek opgericht hebben. Zij hebben kennis met ons gedeeld en die kennis die hebben wij als collega's, met 3 collega's hebben wij die naar Nederland toegebracht. En hebben wij een voerfabriek bij gezocht die daarvoor open stond. En vanuit daar hebben wij eigen vleeskuikenvoeders ontwikkeld, gericht op het kuiken zelf, darmgezondheid. Alle voordelen die daaruit komen, een beter dierwelzijn, lagere gezondheidskosten. En daar zijn we nu 2 jaar mee bezig. In het begin hadden we echt dagelijks contact. Dus in het begin, toen het voer nog niet helemaal optimaal was, was het mail of het WhatsApp-verkeer was gewoon bijna dagelijks. Foto's uit de stal, foto's van voetzolen. We staan dus in heel nauw contact met elkaar. Dus ook zowel via sociale media en appgroep, maar ook gewoon rechtstreeks. En op bedrijf ook. We kunnen elkaars bedrijven bezoeken, we staan open voor elkaar. En we gaan binnenkort gaan we ook een stap verder, dat we echt een databank gaan maken van de gegevens van onze bedrijven. Ook voor onszelf natuurlijk, dat we dat ook direct weer kunnen gebruiken in onze stallen. Maar ook voor onze leveranciers en ook weer voor toeleveranciers. Ja, een tijdje geleden hebben we bijvoorbeeld afgesproken om 1 component wat te vervangen door een andere, zodat de prijs iets lager van het voer zou worden. En we hebben getoetst of dat kon. En toen zijn de resultaten gelijk gebleven of verbeterd. Dus dat was een goede keus. En zo blijven we. Kijk, je kan op dit moment wel een bepaald niveau hebben, maar de kunst is om dat vast te houden, dus herhaalbaarheid. En om langzaam nog weer een beetje de goede kant op te gaan. Eigenlijk is het zo dat wij ontwikkelen het voer vanuit het dier en niet vanuit de beschikbaarheid van grondstoffen. Kijk, en op het moment dat bepaalde grondstoffen heel interessant inrekenen, dan wordt dat eerst gecommuniceerd en dan nemen wij gezamenlijk een besluit van oké, meer tarwe, minder van dat of meer van dit. Snap je? Zodat wij continu weten wat er gebeurd is. En dat resulteert ook in als je dan iets ziet in je stal wat veranderd is, dat je niet eerst hoeft uit te zoeken wat er veranderd is. Dus je weet, vorige week is de samenstelling wat aangepast. Ik zie nu nattere stallen of drogere stallen, een positief effect of een negatief effect. Maar je weet waar je het aan kunt relateren. Aan een eventuele verandering in het voer. Of het voer is wel stabiel gebleven en je ziet een verandering. Dan weet je waar je moet kijken. En dat is een heel groot verschil ten opzichte van 3 jaar geleden. Potentie voor de vleeskuikenhouders is dat zij toegang krijgen tot de samenstelling van hun voeders. Dus je kunt ook aan je afnemer vertellen wat je je kuikens geeft. Je koopt geen black box meer waar 70% van je omzet naartoe gaat. Maar je koopt iets waar je kennis mee krijgt, waar je toegang hebt tot die kennis. Je hebt inspraak, je hebt toegang tot de kostprijs. Waar we over 5 jaar staan, dan staan wij in het midden van de vleeskuikenhouderij. Wij zijn de producenten. Wij, op ons bedrijf groeien de vleeskuikens. En wij hebben toegang tot de kennis. En wij vermenigvuldigen de kennis richting de vleeskuikenhouders. Dus niemand hoeft meer onwetend te zijn over wat hij naar zijn bedrijf toe haalt en waarom iets gebeurt. Dit is goed voor de voerfabrieken. Dit is goed voor de pluimveehouder die meedoet. Het is goed voor de klant van de pluimveehouder, de slachterijen. Gewoon de kwaliteit van onze productie gaat omhoog. En dus daarmee ook het rendement en daarmee de duurzaamheid van de sector. En een ander ding is de herhaalbaarheid. Dat je niet 1 keer op de 10 rondes nog weer een echte tegenvaller hebt. Maar dat je weet van het is niet 1 keer goed, maar we weten elke keer dat het goed gaat. En dat is denk ik een resultaat wat voor iedereen interessant kan zijn. Nou, wij denken dat deze innovatie de beste innovatie is omdat het op kennisgebied gaat. Het is echt een concept, een samenwerkingsconcept. En dat samenwerkingsconcept dat kan je herhalen, dat kan je delen. Dus je kan met meerdere bedrijven daar mee doen. Dus de kansen die zijn erg groot. De kennis is voor iedereen beschikbaar. En daarmee kunnen wij volgens mij de toekomst veel beter aanpakken.